Hallo allemaal! Hallo. Ik ben weer met Coco. Zo gezellig. We gaan zoiets leuks doen. Ik heb er steeds een hit. Wacht, ik moet daar naar kijken. We hebben het lekker gesport. Ja, echt. Dus we hebben helemaal zin in. We gaan lekker naar de Mac. We zijn er eigenlijk al. We werden allebei vanochtend wakker. Echt. Ja. We waren dood. Ik ben zo blij dat jij in dezelfde vibe zat. We zaten ook. Maar hoe kan dat ook weer? Hoe krijg je er zo elkaar? Blij mee? Want als jij stond om 9 uur al helemaal ready. En we hadden allebei gewoon even maandag moeilijk. Ja, we hadden echt. We hebben een pre-workoutje genomen. Ja. En we hebben elkaar opgehyped. Ja. We zijn helemaal aan. Ik ben er nu niet meer moe. Ik ook niet. Ik ben helemaal. Maar we hebben lekker part 2. Twee. Niet 4, maar 2. Want we hadden echt ontzettend veel zo leuke reacties ontvangen. Dus we dachten, hier moeten we even lekker op door. Ja, dus wij dachten, we gaan Mackie halen. Ja. Want dat is natuurlijk de mooie shaker fries. Balans. Dit is een mooie balans. Geen idee, ik heb het gehad. Ik vind het heel eerlijk. Of je vindt het lekker of niet. Voor de middag met de stress. Oké. Hi. Sorry. Mag ik van jou een chili chicken McSmart menu? Ja. Mag ik een Cola Zero erbij? Voor mij graag de cheeseburger McSmart menu. Ja. We gaan er maar één broodje. Met frietsaus en een Cola Zero. En dan 6 chicken McNuggets. Kipnuggets. Ja, kipnuggets, ja. Welke saus? Maar ik bedoel niet. Oh, mosterdsaus. Mosterdsaus. Dat was hem, toch? Ja. Wat dat 16,40 euro. Dankjewel. Nou, te gek. Wat ideaal. Die horloges. Dankjewel. Schat. Ja. Heel lief. Oh, maar ik ging net wel een stuk om haar. Ja. Wacht even, dat heb ik niet. 3 keer gezegd met Cola Zero. Wat wil je erbij drinken? Cola Zero. Ja. Zoals jij zo'n 10 Cola Zero. Ik neem dan wel, ik ga dan niet voor een normale Cola Zero. Of een normale cola. Sorry. Oh nee. Nee, maar ik heb nog nooit normale cola gedronken. Waarom zou je calorieën drinken? Dat... Ja, misschien is dat al een leuke eerste vraag. Ja. Nee, maar dat zijn wel echt dingen waar je op kan letten, toch? Precies, want ik vind dat dan gewoon, want ik heb wel eens de opmerking gekregen van andere mensen. Dan zeiden ze van zie ik mensen naar de McDonald's gaan, maar neem je dan wel een Cola Zero, maar je bent toch al slecht bezig. Maar dan denk ik, maar mij boeit het echt niet of het nou Cola Zero is of een normale cola. Ja. Dus dan denk ik van, dan neem ik toch echt liever degene met minder suiker. Ja, tuurlijk. Boeit Nee, maar of je bent toch al slecht bezig of je bent slecht bezig en je let toch nog een beetje erg Maar ik vind het niet slecht bezig zijn. Nee. Dat is al gewoon de hele mindset. Nee, dat is, dat is dus de hele mindset die mensen dus hebben. Oh, het is weekend, ook moet nu slecht eten. Oh. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wat een lieverds allemaal. Ja, echt. Oh my god. Echt een Er is een sticker met een Z op. Oh, dat vind ik fijn. Want dat is wel echt dan weet je... een tikje van mij. Dat ik dan soms zeg maar ergens een glas cola krijg. Maar dat ik wel zero heb gevraagd, maar dat ik dan toch begin te twijfelen. Ja, is het wel echt zero? En uiteindelijk, voor een keer boeit het niet. Nee. Maar ik wil gewoon graag mijn cola zero. Ik hoef gewoon die suikers niet. Klaar. Nee. Is dit voor basic fit? What the fuck? Een basic fit tegenover de McDonald's. Ook echt in een soort garage. Jam. Maar wat is eigenlijk een McSmart menu? Ik heb echt geen idee. Nee. Maar misschien smart, omdat het niet een hele, zeg maar, het is niet een hele speciale burger of zo. Nou. Oké, wil je nog iets? Ik ben helemaal content. Oké, jam. Oh mijn god, mijn god. Oh ja, je hebt het nu wel weer zo. Oh ja. Maar we hebben nu niet... Oh, hier hebben we een bakje van de kipnuggets. Oh ja, daar hebben we even saus dan in. We hebben dus meer gekregen. We hebben dus een chili chicken en 2 cheeseburgers. Oh, maar heb eens McSmart burger... Ja, ze hebben wel 2 keer aangeslagen ook. We hebben niet opgevraagd. Huh? Wacht. Cheeseburger erbij. Ja. Het is ook niet duur. Nee, is helemaal niet duur. Maar nou ja, ook... Die meiden zien eruit als ze gesport hebben. Ze hebben het nodig. Ja. Voladier. Oh, heel erg lekker. Oh my god. Nou. En dit is vervelend, hè? Eigenlijk normaal heb je dan zo'n broodje in een bakje. Nou. En dan leg ik het aan de ene kant van het bakje. Same. Maar nu is dat niet. En dan vragen. Oh my god. Pak een lekker. Fucking warm. Ja, het is echt een beetje warm hier. Ja, een beetje warm. Kan die airco niet even nog wat harder blazen? Ja, dat kan wel. Oh. Maar dan moet je het wel bestaan. Kan ik af en toe draaien? What the fuck? Nee! Ew. Er is hier gewoon opeens... Wat is dit? Een gans? Wat is dit? Meeuw. Oh. Een hele grote mail. Ja, die komt hier natuurlijk even aan te staren. Ja. Nou, we hadden weer heel veel leuke vragen. Ja. Dus dat vinden we echt helemaal leuk. Ja, sowieso vonden we het echt heel leuk om te zien hoe leuk jullie de vorige video vonden. Ik vond het zelf ook echt zo leuk om weer te doen. Ja, en ik vond het ook
echt een leuke video. Ja, ja. Misschien raar om het te zeggen, maar... Nee, maar ik was er ook echt trots op. Als in van, het is zo fijn om zoiets te kunnen doen. En die reacties die we kregen van... Ja. Dat mensen er ook echt wat aan hadden. Dat ik denk van, ja, voor ons is het een heel normaal gesprek. Ja. En onze mindset is daarin gewoon heel... Klopt. Hetzelfde. Hoe leuk als je gewoon mensen kan helpen. En ja, wij hebben het hier letterlijk zelf ook altijd over. Dus ja, ja, ja. Het is alleen maar gezellig. De sausen zijn ready. De sausen zijn ready. Wij zijn ready. Nice. Let's go. Ja, dit is zo lekker. Ja, nog nooit. Ik ga het proeven. We gaan even beginnen met een mosterd dip en een kip nugget. Ja, mosterd bij een kip nuggets is echt... Pak lekker. Maar het is een beetje honey mustard. Ja, het is lekker, joh. Dit is echt... Okay. Yum. Zie ik heel vaak voorbij komen in de vragen. Tips voor voeding in combinatie opgeblazen gevoel buikpijn. Krijg ik zelf ook heel vaak de vraag over van mensen die heel vaak bloated zijn, wat ze er aan moeten doen, wat tips zijn. Heb jij wel eens last van een opgeblazen gevoel? Ja, ja, heel erg. Maar wat is voor jou opgeblazen gevoel? Is dat pijn? Is dat gewoon alleen opgezet, steken? Wat voel je? Ik heb niet per se pijn, maar meer dat ik me opgeblazen voel. Ja. En soms zie je het ook heel erg. Soms voel ik het meer dan dat je het ziet. Ja, 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 precies. Maar... Ja, ik denk dat het wel echt door bepaald eten gewoon komt. Mm-hmm. En tijdens mijn period. Ja, 100%. I got my period right now. Ja. Holy fuck. Nou. Maar op zich, het verschilt dan ook weer een beetje per dag. Ja, de ene dag heb ik er weer wat meer last van. De andere dag valt het alweer mee. En wat doe jij er iets aan? Ik zou eigenlijk niet weten wat je er tegen kan doen. Ja, ik slik dan van die probiotica. Ja. Is dat probiotica? Ja, probiotica. Ja, en ik heb het idee dat dat helpt, maar ja, het kan ook iets zijn van Citiciora. Ja, nee. Maar, Oké, nou, wat als iemand in bijvoorbeeld tijdens bijvoorbeeld coaching of in ieder geval tijdens mijn consulten zegt van ik heb last van opgeblazen gevoel, is eerst dat ik altijd even ga vragen van heb je steken? Want anders dan zeg maar kan het ook bijvoorbeeld een bepaalde intolerantie zijn of echt een allergie of echt celiakie, dat soort dingen. Ja. Dat merk je ook wel vaak sneller op met bijvoorbeeld dat iemand echt naar wordt en helemaal ziek en zo. Je hebt natuurlijk verschillende gradaties. Ja, in het opgeblazen zijn. Want kijk, soms zien mensen ook opgeblazen gevoel of bloated zijn. Ja, lekker. Het is echt heel warm hier. Echt een soort broeikast. Ja. Dat is ook weer allemaal. Dat zijn ook allemaal factoren die meespelen. Dus dat check ik altijd eerst even. Dan kijk ik altijd naar, vezels krijg je binnen. Hoeveel water drink je? En hoeveel beweeg je? Want dat zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen. Ja. Dus zeg maar, stel jij eet bijvoorbeeld heel veel vezels, maar je eet daar niet voldoende water bij. Dan kan je een opgeblazen gevoel krijgen. Maar het werkt ook andersom. Als je te weinig vezels eet, kan je daar ook weer last van krijgen. Dan kan je ook bijvoorbeeld snel opgeblazen worden. Bewegen is ook heel erg belangrijk voor de stoelgang en voor de werking van je darmen. Dus daarom is het zo belangrijk om wel elke dag iets van beweging te doen. Ik wou net zeggen, als ik mezelf ook naga, is als ik het vergelijk... Net toen ik minder bewoog, nu ik meer sport, heb ik er wel veel minder last van. Nu ik nog niet dit zegt of zo. Maar het is echt zo, want de dagen dat ik minder doe en veel zit, is mijn stoelgang ook minder goed. Als in, dan ga ik veel minder snel de dag naar de wc bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn factoren die meespelen met hoe jouw darmwerk is. Want eigenlijk is bloot het gewoon vaak dat je alles wat zich in de darmen verwerkt gewoon niet helemaal lekker gaat. Of dat je meer gasvorming krijgt of bla bla bla. Nou, dus als ik dat allemaal heb gecheckt, van zitten jouw vezels goed, zit jouw water goed, zit jouw beweging goed. Stel dat is allemaal goed, dan kunnen we ook naar producten specifiek gaan kijken van ik zeg ook altijd van hou ze even bij 3 dagen. Wat voor momenten zijn dat je bloated bent? Heb je producten gegeten? Zie je een soort van correlatie met bepaalde producten waarvan je denkt, als ik dat eet krijg ik er dus last van. Nou, dan ga je dat dus vermijden. Wat ik dan ook naar kijk is bijvoorbeeld in dat probiotica gaan slikken. Want dat zijn eigenlijk gewoon goede darmbacteriën die zorgen ervoor dat de darmflora goed zit. Ja. Dat zijn dus eigenlijk gewoon alle kleine deeltjes in je darm dat die goed gevoed zijn. Dan daarna, als het dan nog steeds niet goed is, het psylliumvezels. En dat gewoon letterlijk eigenlijk vezels erbij eten. Dat zijn een soort van zakjes en dat zijn gewoon extra vezels. Die kan je gewoon ook bij de kruidvat halen. Maar daarbij is het dus belangrijk dat je gewoon meer water gaat drinken. Ja. Want anders ga je... Want vezels trekken vocht aan in je darmen. Waardoor je een goede stoelgang krijgt. En waardoor je je ontlasting goed door de darmen heen kan. Maar als je dus... Dat trekt vocht aan. Maar als je niet genoeg water drinkt. Dan droogt het alsnog je lichaam uit. En ook je darmen. Waardoor je gewoon alsnog last kan krijgen. Dus het is heel belangrijk om gewoon voldoende te drinken. Want is dat dan bijvoorbeeld ook... Ik heb heel snel... Het vooral wanneer ik bloot ben. Is nadat ik heb gedronken. De dag nadat ik alcohol heb gedronken, alcohol, ben ik fucking bloated. Ja. Is dat dan dus omdat je helemaal uitgedroogd bent? Ja, dat ligt dus een beetje aan hoe jouw lichaam er inderdaad op reageert. Want je bent inderdaad uitgedroogd. Eén voelt zich dan juist heel erg soort van uitgeslimmerd omdat je al je vocht een beetje kwijt bent. Ja.
Maar de ander die heeft zeg maar, als je dan bijvoorbeeld wat peers, eet je dan vaak ook zoute dingen na het stappen? Of in de ochtend? Of... Ja, dat kan wel, ja. Ja, want wat je dan doet is dan eet je vaak weer zout. En je lichaam gaat dan wat meer vocht van zout omdat het uitgedroogd ja. is. Waardoor je dus ook wat meer gaat uitzetten. Ja. Dus dat is wel heel logisch. Ja. Maar dat zal je vaak misschien sneller zien als je dan weer wat hebt gegeten dan als je niet iets hebt gegeten. Mm-hmm. Ja, als je... Oh, als ik dan iets heb gegeten, ja. en dan die hele dag voel ik me ja. zo... Maar dat komt dus omdat je dus uitgedroogd bent tijdens het stappen. En je lichaam gaat dan gewoon letterlijk alles vasthouden wat je daar ja. binnen krijgt. En als je dan iets van zout eet of whatever, ja, dat houdt dan je lichaam... wil je echt, je craved... Ja, zout. Ik kan niet zoet ontbijten hoor, na het stappen. Echt niet. Mijn nee, bellen. Ik krijg echt geen bol met kwark of zo naar binnen. Maar ja, dus mijn tips zijn voor een opgeblazen gevoel. Ga even na van, oké, kijk, het kan natuurlijk ook lactose of gluten zijn. Mm-hmm. Maar ga eerst eens even kijken van, heb ik een regelmatig ritme met mijn voeding? Want voor de een werkt het beter om 6 eetmomenten te hebben. Voor de ander 3 of 4 bijvoorbeeld. Dat grote maaltijden beter werken dan alleen maar kleintjes. Het kan aan de vezels lichaam liggen. Is gewoon heel precies. anders eigenlijk. Maar er zijn bijvoorbeeld wel, je kan bijvoorbeeld ook last hebben van prikkelbaar darmsyndroom. Ja. Dan zijn er bijvoorbeeld bepaalde producten waar jij niet goed tegen kan. Maar dat is ook weer een heel proces. Dus het is niet één ding waarvan ik zeg, dit is het, maar ik heb nu wel al een paar punten besproken waar je naar kan gaan kijken. En wat ik ook voor bij mezelf merk, en dat is ook natuurlijk weer bij elk persoon anders, is dat ik een ochtend niet eet, omdat ik anders dus heel bloedend word. Dat merk ik bij mij heel erg. Dat mijn lichaam echt een soort moet wakker worden. Mm-hmm. Want anders slaat het gewoon op hol of zo. Ik was vroeger ook net echt een ontbijtpersoon. Ik ontbijt niet heel vroeg. Bijvoorbeeld vandaag heb ik wel van 8:30 ontbijt. Om te weten. Dat was voor mij best wel vroeg. Normaal eet ik om 9:30 of zo. Voor de een is ook een bloedend gevoel. Vinden ze dan gewoon het gevoel dat ze vol zitten. Dat ze genoeg hebben gegeten. Die vraag zag ik trouwens ook. Ja? Voelen jullie je bloedend na het eten? Ja. Maar dan voel ik me niet bloedend. Nee, want ik dan voel ik me gewoon, ik heb gegeten. Ja, zeg maar. Want dat is inderdaad, soms halen mensen dat volgens mij een beetje door de war. Ja. Als ik heb gegeten, dan zit ik gewoon, ik voel dat ik gevuld ben. En dan voel je wel bijvoorbeeld dat je een beetje denkt van, er zit eten in mijn lichaam. Maar dat is logisch. Maar ik vind bloedend zeg maar gelijkstaan aan een oncomfortabel... Ja. Naar gevoel in je buik waarvan je denkt, dat is niet fijn. Maar ik merk gewoon op de dagen dat ik wat meer bloedend ben. En ik weet het al voor nu rond mijn ongesteldheid. Dan denk ik gewoon, ik doe gewoon een groot shirt aan. Iets, dan hoef ik er ook niet meer echt naar te kijken. En dan is het gewoon van, oké, prima, het is er. Ik weet dat het vanzelf weer weggaat. Maar zorg gewoon voor genoeg water, voldoende vezels en genoeg beweging. En dan vaak gaat het goed. En anders dan... Maar heb je dan ook, als je dan hebt gegeten, zeg maar, ik zie ook wel echt... Van in mijn buik, ik heb gegeten. Mm-hmm. Ja. Toch? Dan zie je, want dat, die vraag ik ook, zie je dan verschil in je lichaam, maar dat zie je echt. Ja. Dat is gewoon heel normaal. Je lichaam is in de ochtend ook altijd veel strakker of platter of whatever, omdat het dan gewoon echt even een paar uur geen eten had gelegen, dus het is ook weer heel anders. Mm. Dus ik heb gewoon echt een bol buikje. Ja. Maar dat hoort erbij en het zou ook gek zijn als je dat niet hebt, want dan heb je niet genoeg gegeten. Nee. Je moet gewoon voldoende eten, je moet jezelf voeden. Dus het is, don't worry. Nee, het is normaal om na het eten een ander lichaam te hebben dan voor het eten. Ja. Want je lichaam gaat ook natuurlijk meteen verteren. Dus het gaat ook gewoon aan het werk. En dat kan er ook voor zorgen dat je gewoon net even net een andere buik hebt dan daarvoor. Ja. Dat is helemaal niet raar. Oh, dit vind ik wel leuk. Hier kunnen we op doorgaan. Oh ja. Ongesteld zijn en sporten. Because girl talk. Ja. Ik ben bijvoorbeeld nu ongesteld. Ja. Hadden wij het net ook al over. Sport jij als je ongesteld bent? Ja. Maar... Ja. Ik vraag wel minder van mezelf. Precies, dit vind ik heel belangrijk. Want ik kijk gewoon luister naar mijn lichaam. Ik voel nu gewoon echt aan mijn lichaam dat ik niet alles hoef te vragen. Ja. Of niet zo streng van, ik moet gewoon meer gaan echt naar je lichaam. Wel gaan, maar je hoeft niet, het is niet dat ik zeg, dan ga ik lekker niks doen, want ik voel het niet. Nee, ik ga gewoon doen tot wat goed voelt. Precies, want kijk... Als ik een dag voel van, ik moet gewoon even niet gaan sporten, dan ga ik ook niet sporten. Maar ik wil mezelf niet aanleren dat ik elke maand een week heb zo van, maar die week ga ik echt helemaal niks doen, want ik ben ongesteld, dus ik mag en lalala. Nee, je wil wel gewoon naar je lichaam luisteren, maar ik ga wel gewoon. Of dan ga je rondje lopen. Ja, gewoon iets anders doen of zo. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld van vandaag mijn derde dag van mijn ongesteldheid. We hebben net benen getraind. Maar ik ga niet mijn maximale gaan vragen van mijn lichaam in gewichten. En als er iets oncomfortabel voelt of niet goed voelt of niet lekker voelt, dan stop ik ook gewoon eerder. Ga ik daar geen gewicht. Ja. En dat is helemaal prima. En ik weet, ik voel me wel gewoon beter daarna. En ik ben gewoon wat liever voor mijn lichaam. Ik ben iets minder streng. Ja. Niet dat ik normaal wel streng ben, maar ik push me wel in de gym. Je push jezelf gewoon. Je wilt gewoon de maximale. Normaal wil je het maximale eruit halen. Ja, 100%. Maar ook heb je wel eens een off day, dan
dan luister je daar gewoon naar. En ik merk ook met hardlopen of met een lesje. Ja. De ene keer gaat het gewoon beter dan de andere keer. En dan is je lichaam of moe, of je hebt even druk gehad, stress, whatever. Ja, dan moet je niet meteen balen van jezelf. Nee, dan mag je eigenlijk gewoon trots zijn dat je gewoon gaat. En dat je, het gewoon doet. Dat je bent gegaan. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld, dit is dan mijn derde dag en dit is dan weer de eerste dag dat ik heb getraind. Maar dat komt dan ook omdat ik, in het weekend was ik gewoon druk en ik heb vrijdag nog getraind. Ja. Nou, dat is prima. Prima. Ja. Maar ik zou gewoon zeggen, ja, luister gewoon goed naar je lichaam. Ja. Tijdens je ongesteld wordt ook gewoon niet aangeraden om dan alle kracht en alles. Want je verliest lichaam is gewoon al heel hard aan het werk. Ja, je hebt gewoon een soort van wondje aan de binnenkant van je lichaam. Dat moet gewoon even helen. Je verliest ijzer, je verliest stoffen. Doe gewoon even rustig aan. Maar ga niet excuses maken voor jezelf omdat je ongesteld bent. Niet als excuus gebruiken, zeg maar. Van... Nee, als je het wel zou voelen, maar gewoon puur om het idee dat je ongesteld... Kijk, als jij... Want het verschilt heel erg per vrouw. Want één ligt echt kreperend in bed. En kijk, stel inderdaad, jij bent ligt doodziek op bed. Nee, tuurlijk. Dan ga je dat niet doen. Nee. Maar... Ik denk van als je het wel gewoon voelt van ik zou wel gewoon kunnen bewegen. Ga dan gewoon lekker maar luisteren naar je lichaam. Ja. Niet te zwaar. Een pilates lesje is ook prima. Ja, ik wil net zeggen of doe een licht yoga lesje. Ja. Even rekken, strekken, wandelen, weet je wel. Maar, dus er is altijd wel iets van beweging wat je kan doen. 100%. Dus, en daarna voel ik me altijd weer lekker. Chill, dat ik denk, oh ik ben er even uit geweest. Ja. Ik heb even lekker bewogen, dan voel je ook weer beter. Dus ja, het kan eigenlijk ook altijd alleen maar weer helpen. Maar talking about de cyclus. Ik heb dus, en ik weet niet of ik dat mezelf dus ook heb aangepraat. Ja. Zoveel honger de week voordat ik ongesteld word. Ja, maar dat is heel normaal. En niks voldoet, niks stopt die oneindige honger. Dan denk ik schrik dan gewoon echt van mezelf. En ik luister dan ook gewoon echt naar mijn lichaam. Ik geef mezelf dan ook gewoon meer eten, want ik denk... Ik ga niet met deze honger blijven. Maar je hebt het letterlijk nodig. Je lichaam is zich voor aan bereiden aan ook een klap. Want ongesteld is toch wel een klap op je lichaam. Want je verbrandt ook meer omdat je lichaam is bezig met het herstellen van een wond. Dus je lichaam is daar ook een beetje op aan het voorbereiden. Denk ook van, als mijn lichaam er meer om vraagt, dan moet ik er ook meer geven. En het is anders dan dat ik zeg, oké, eet dan maar een hele chocoladereep. Dat is heel anders. Nee, ik maak dan als, dan heb ik avondeten. En denk ik, ik ga gewoon nog een bord opscheppen. Ja. Ik voel, als ik nu niet dat bord ga eten, dan ga ik vanavond willen snacken. En weet je wel. Dus dan ga ik maar, dan eet ik soms gewoon nog meer stam. Dan denk ik, jezus, ga jij lekker maar. Ik moet het gewoon, ik voel gewoon dat ik het nodig heb. Ja, maar dan, ik vind het dan ook goed, want ik heb bijvoorbeeld dan zelf ook wel, ik eet meer, maar ik heb ook wel dat ik in de gym al denk van, ik kan mezelf nu ook wel even meer pushen. Je kan die energie ook wel weer meer kwijt ofzo. Ja, zeker. En ik vind het ook gewoon belangrijk, als mijn lichaam vraagt om meer, dan krijg je lekker meer. Ja. En, Ik vind het soms zo vervelend, want ook al heb ik dat tweede bord opgeschept, dan alsnog heb ik in de avond dat ik denk, ik wil nu gewoon een chocoladereep eten. Ja. Being a woman. Is het warm of heb ik een opvlieger? Het is heel. Het is snikkenheet. Het is snikkenheet. Dan weet ik dat die week erna is het weer weg. Precies. Omdat ik uit ervaring gewoon weet, dat is gewoon nu even hoe ik me nu zo voel. En dat is oké. En ik weet, volgende week zit ik weer helemaal kiplekker in mijn vel. En dan zit het allemaal weer goed. Dit dus, letterlijk. Ik denk van, dat komt wel weer. Het trekt zich allemaal wel weer recht. Naar je lichaam luisteren is de conclusie van deze vraag. Ja. Eigenlijk is het heel mooi. Dat eigenlijk is het heel mooi. Ja, gewoon vind allemaal... ik ook. Ik vind een vrouwenlichaam ook gewoon zo interessant en mooi. Ik vind het gewoon... Hoe dat het gewoon zo met de natuur eigenlijk klopt en werkt. Ja. Dat is insane. Ik ben ook heel blij dat ik een vrouw ben. Weet je dat ook? Ik ook. Ik vind dat momentje girlhood, gewoon met je over ongesteldheid praten, of dat je met je vriendinnen hebt over, gewoon over al die intieme dingen. Lekker samen klaarmaken en vakanties. Kletsen. Ja, jongens die kennen dat niet hoor. Nee, jongens die staan echt niet een uur voor de spiegel allemaal bij te kletsen over alle dingen die ze hebben meegemaakt de afgelopen tijd. Maar Stan zegt ook altijd, bijvoorbeeld 2 of 3 dagen achter elkaar met al mijn vriendinnen afgesproken, zeg, ga je nou weer wat, ben je niet uitgekletst? Dat, zeg. Ben je niet uitgegaan? Nee. Letterlijk, ik denk ook van... Als ik al mijn updates al aan jou heb gegeven, dan kunnen wij nog... Wij zaten net te praten over hoe leuk het is om oma's te hebben. Hoe, weet je, gewoon over de meest random dingen. Dat is letterlijk. Zeg maar, wij zouden nog kunnen praten over waarom die auto meer grijs is dan groen. Ja. Weet je wel? Zo maar gewoon, ik hou gewoon van kletsen. Ja, het is gewoon... Het maakt mijn hoofd rustig. Ja. En dan is alles weer even op een rijtje. Ja. En dan moet ik even, even delen van, ik zit hiermee. Dan kun je zo even relativeren. Ja. Maar, ik kan niet relativeren, maar eigenlijk... Dus... Ja, maar het is dan zo fijn om soms wil je ook alleen maar even venten. Ja, dus alleen maar even iets vertellen. En dan vrouw snapt dat. Precies. En het is ook niet dat je dan... Want kijk, mannen, daar ben ik zo achter gekomen. Ja. Als er mannen dit kijken, die mij willen verbeteren, verbeteren me vooral. Ja. Mannen, kijk, we scheren niet iedereen op één kant, maar algemeen. Kijk, ik heb het idee dat mannen zijn heel erg probleemoplossend gericht. Ik had dan heel erg vaak bij mijn ex bijvoorbeeld, als ik dan met een probleem kwam, hij wilde dat oplossen. Ja. Of mijn vader.
oplossen. Ja. Je hoeft het niet op te lossen. Het gaat gewoon even om het is gewoon, gevoel. Het is gewoon kut, het is een gevoel. En het is er gewoon. Maar precies. Het is gewoon kut en niet. Het is gewoon kut. Mag wel weten. Ja, maar het is kut en ik wil het ook gewoon even bij je kwijt. En dan wil je eigenlijk gewoon even vriendin zegt, oh schat, dat is nog zo goed. En dat is het. Meer hoef je niet. Zeg maar, ik hoef niet dat jij nu... Dat is ook niet... Maar ze vinden dat heel moeilijk. Want volgens mij vinden mannen het gewoon heel moeilijk om de vrouw waar ze heel veel... Dus je vader of je broer of je vriend om te zien. Die zien jou zo. En die willen jou helpen. Want ik ben een man, ik moet jou een soort helpen. Mijn broer of mijn vader had ook altijd thuis en denk ik van nee. Ik wil gewoon alleen even mijn probleem. Laat me gewoon even met rust, maar ik wil het wel gewoon even zeggen. Precies. Ik voel me gewoon kut, maar daar is even niks aan te doen. Het is dus daarom moet je ook niet zeggen, ben je ongesteld of zo? Nee. Oh, die opmerking. Oh. Die gaat in de hoofd. Klopt. Ja, echt. Nou, dus Girlhood, I love it. Ja, I love it. Love. Dit soort eet- en sportvragen echt. Ook echt iets meidens. Ja, 100%. Dat merk je hiermee zitten. En mannen altijd, gewoon eten, sporten. Deze vraag heb ik sowieso al aan jou gevraagd. Ja? Maar mogen jullie in de comments even gaan antwoorden of over nadenken. Want het is altijd een hele leuke vraag om te stellen aan mensen die ik net leer kennen. Ja. Of überhaupt al lang ken. Als je morgen doodstraf krijgt en je mag nog maar één keer een voorhoofd nagerecht eten. Ja, dat is wel eens gedaan. Ja. Als je dan nog maar, dus je mag maar eigenlijk nog maar één maaltijd eten voor de rest van je leven. En dan een voorhoofd na. Wat zou je dan eten? Zeg maar, wat zou je als voorhoofd... Ik ben heel benieuwd comment, iedereen... even wat... Wat jullie zouden doen. Nou, voor mij even heel snel. Voorgerecht een pasta carbonara. Hoofdgerecht een heel goed stuk vlees. En als nagerecht tiramisu. Dat is even... Harry, ja. Reageer dat even. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. Ik ben aan het aankomen, maar ik merk dat het vet meer rond mijn buik gaat zitten. Tips. Dit is denk ik wel een meeste een algemene probleem of zo. Ja. Nou ja, maar het is eigenlijk ook moeilijk. Want je kan niet echt plaatselijk vet verbranden, toch? Precies, ja. Het is heel erg genetisch bepaald waar jij vet verliest, waar jij vet kwijtraakt. Dat is gewoon heel... Het verschilt gewoon heel erg per persoon. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb wat meer vet rondom mijn onderlichaam, wat meer in mijn benen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En de ander heeft dat weer meer bij zijn buik of bij zijn armen. Ja. Dus dat zie je ook bij het afvallen. Heel veel mensen zeggen van, oh, ik raak maar geen vet kwijt bij mijn buik. Moet ik meer abs workout doen? Ja. Nee, het is gewoon letterlijk jouw lichaam die dus gewoon eerst het vet bij de benen weghaalt en bij de buik bijvoorbeeld. Dus met aankomen is dat ook wel zo. En dat is gewoon, dat is een heel lastig mentaal stukje. Wat voor sporten doe je daarnaast? Want stel je wil aankomen, nou dan kan je eerst natuurlijk gewoon aankomen. En dan later, of tijdens dat je aan het aankomen bent, ook gewoon richten op meer spieropbouw. Waardoor ook gewoon jouw hele metabolisme anders wordt. En ook jouw bouw van je lichaam anders wordt. Als je het fijner vindt om bijvoorbeeld meer definitie ergens te hebben. In plaats van dat alleen bij je buik. Maar ja, uiteindelijk, je doet er vrij weinig aan. Ja. Ja, dat is wel een beetje de conclusie. Ja, als je moet aankomen. Elk lichaam is ook gewoon zo anders. Ja. 100%. Elk gewicht op elk lichaam ziet er anders uit. Een beetje accepteren, zelfliefde van dit is mijn lichaam, zo ziet het eruit. 100%. Ja. Ik heb trouwens in mijn omgeving ook gewoon echt van mensen dichtbij zoveel leuke comments gehad van ik vond het zo'n leuke video, dat zo leuk om echt daarover heel te lief. Leren. En, dat vind ik echt heel lief. Maar ik vind het ook heel leuk om zeg maar mijn kennis, en eigenlijk jij hebt ook al gewoon heel veel kennis, maar om zeg maar gewoon te laten zien van zoveel mensen hebben dezelfde vragen en hebben dezelfde struggles. Ja, het is soms heel fijn om als ja, ik vind het heel raar mezelf als expert te noemen. Ja, je hebt er gewoon voor gestudeerd. Maar, ja, precies. Het is heel leuk om mensen te delen, want ik heb het liefste dat ik mensen veel meer, daarom ben ik überhaupt ook ooit begonnen. En daarom vind ik het ook leuk om dit met jou te spreken, want jij vindt het ook heel belangrijk om gewoon mensen... Zo interessant. Precies. En ook zo, om dus, mensen te kunnen helpen sowieso. Precies, en dat is eigenlijk waar het meer. Maar ik heb het ook heel veel in mijn omgeving. Ik kreeg dan snapshots van vriendinnen die dan aan het kijken waren. Of foto's doorgestuurd. Ja. Van, dit is zo leuk. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat mijn billen groeien, maar ik wel een platte buik hou? Oh, qua eten staat er ook dan nog iets bij. Maar dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Zeg maar, eten. Het is wel zo van, je billen wil laten groeien. Dat kan in een calorietekort, dat kan in een calorieonderhoud, zeg maar dat je hetzelfde blijft even, of in een calorieoverschot. Dus je kan het alle drie doen. In een calorieoverschot zou je wat sneller de spieropbouw hebben omdat je wat meer eet. Je zou ook spieropbouw kunnen hebben in een calorietekort, maar daarbij is het wel heel belangrijk dat je voldoende eiwit eet. Ja. Het ligt weer heel erg aan jouw lichaam, waar hoe jij traint, wat je precies doet, ook waar de spiergroei gaat zijn. Maar qua eten is het niet zo dat als je een banaan eet, dat je een betere bilgroei hebt dan als je McDonald's eet. Nee. Dat maakt in principe niet uit. Het gaat er gewoon om, eet voldoende eiwitten. Heb hierbij gewoon een goede koolhydratenopbouw. En dat je ook gewoon voldoende koolhydraten eet rondom je trainingen. En dat je ook gewoon gezonde vetten binnenkrijgt. Ja. Ja, en dan is het gewoon geduld en keihard trainen. Ja, een grotere bil, dan moet je toch echt in de gym gaan staan. Mm-hmm. Maar ik zag ook een vraag, wat is belangrijker voor het afvallen, sporten of voeding? Vind ik ook een goeie. Ja, ze zeggen altijd 80-20. Ja. Ik zou toch wel meer 60-40 zeggen.
Omdat 60% voeding dan, ja. En 40% ja. Trainen. Het is, meer voeding en minder sport. Maar het complementeert een beetje aan elkaar. Precies, maar ik vind het dan wel weer van, je moet wel gewoon keihard trainen om iets voor elkaar te krijgen. Het is zeg maar, het is ook meer een beetje wat je doel is. Als je alleen zou willen afvallen, zou je het ook gewoon prima kunnen doen met gewoon inderdaad grotendeel voeding en dat je wat meer gaat wandelen. Ja. Dat zou kunnen. Ook bijvoorbeeld met die platte buik, grote billen, dat is natuurlijk wel... Wat iedereen graag wil. Iedereen wil een soort. Ja, maar iedereen wil de platte buik. Je kan je lichaam wel natuurlijk een beetje shapen door bijvoorbeeld veel krachttraining te doen. Als jij bijvoorbeeld goed je billen traint, een goede core workout hebt, dan bouw je meer spier op. Als jij meer spieropbouw hebt, dan verbrand je meer calorieën in rust. Ja. En dan zou je dus wel gewoon. Dan word je vaak wat meer toned. En dan heb je bijvoorbeeld meer definitie in je buik en in je billen. Maar dat is ook weer heel verschillend hoe elk. Ik denk ook dat het echt. Aan elkaar complimenteert. Als jij sport, wil je daarna ook weer een beetje gezond eten. Ben je weer trots op jezelf, weet je. Ja. En dan word je, er komt ook gelukshormoon vrij. Weet je? Het is gewoon, ik denk echt ook voor je gemoedstaat. Ja, afvallen is al helemaal eigenlijk niet leuk, weet je. Of als je moet aankomen, gewoon als je met je gewicht bezig moet zijn. Ja, dus ik denk dat, ik zou er wel gewoon altijd bij aanraden om echt gewoon iets te vinden wat je leuk vindt. Dat en dat motiveert ook weer. Voor, vorige keer natuurlijk ook al over. Van, uiteindelijk maakt het niet heel erg uit wat je doet. Je moet gewoon in calorie tekort zitten. Maar krachttraining helpt wel bij het opbouwen van spier. En ook weer bij het metabolisme veranderen. Maar uiteindelijk doe je het wat je leuk vindt. Want na het hardlopen voel ik me ook te gek. Denk ik echt van, oh my god, I feel amazing. I did it. Gewoon, dat, inderdaad, dat vind ik wel iets heel moois wat je zegt. Van, het complimenteert elkaar. Ja, dus het werkt niet, heel nauw met elkaar samen. Niet. Het moet niet. Het is niet dat je niet gaat afvallen als je niet sport. Zeg maar, dat is niet zo. Nee. Maar wil jij een zo fijn mogelijk leven voor jezelf maken? Of zo'n leuk mogelijke journey? Period. Period, queen. Period, queens. Period. Wist je dat ik echt tot op 2 maanden geleden geen cola zero lustte? Of überhaupt geen cola? Wow, je komt nu echt even met de deur naar huis van waarvan ik denk, wow. Ja, ik lustte dus nooit frisdrank, omdat ik dat niet heb geleerd van mijn moeder. Mijn moeder is echt een almondman. Dit echt. Ik moet ook zeggen, mijn ouders, wij hadden alleen maar, ik weet niet of jij dat ook had, maar inderdaad alleen maar... Suikervrije limo hadden wij. Zonder prik, zeg maar. Ja. Gewoon heel erg inderdaad van een natuurwinkel en zo hadden wij dingen. Alles. Ja. Bij ons vind je niks van chocola, iets van, ja, of 100% pure cacao chocola. Oké, okay, ja. Maar, nou, in ieder geval dat. Dus ik ben niet opgegroeid met frisdrank, dus ik vond het nooit lekker. Op zich niet heel erg. Nee, heel blij mee. Maar toen ging ik een beetje spaarrood drinken, want ja, ik wilde dan toch dan wel iets anders dan water. Ja, dat snap ik, ja. Toen ging ik samen met Cecile, en Cecile is echt ziek grote Cola Zero lover. Ja. Dus ging ik ook wat vaker Cola Zero drinken en opeens vind ik het lekker. Wat bizar. Ja. Maar ik vind het dus heel fijn. Ik krijg daar, misschien is het ook wel leuk om over te hebben, over zoetstoffen. Suiker en zoetstoffen. Kijk, heel veel mensen zijn heel erg bang voor zoetstoffen. Of die zeggen, dan zit aspartaam, dan krijg je kanker van. Ja. Maar de meeste onderzoeken die er zijn van gedaan, moet je 6 liter cola drinken. Per dag. Ja. Wil je dat effect ervaren? En het is daarnaast op heel veel muizen vooral gedaan. Mm. Dan moet ik wel zeggen, er was laatst wel weer een onderzoek waarbij wel echt meer kwam van oké, er is wel een correlatie tussen aspartaam en het krijgen van kanker. Maar dan alsnog is er een hele hoge inname van aspartaam. En kijk, het is juist als jij een keer dat momentje pakt van ik ga lekker een cola zero drinken. Ja. Of ik doe een beetje zoetstof door mijn ijskoffie. Weet je? Dan denk als je dat een keer doet, geniet er lekker van. En ik blijf er wel echt bij. Ik vind dat alsnog beter dan suiker. Ja, daarom. Suiker heeft een direct effect op je bloedsuiker. Daarmee krijg je heel erg schommelingen in je bloedsuiker. Waardoor je weer je moed kan veranderen. Je cravings veranderen. Ja. En dat heb je met zoetstof gewoon niet. En zolang je er gewoon niet een overmaat aan gebruikt. Dus zeg maar niet liters cola op een dag gaat drinken. Voor mij is het inderdaad van als ik een... Soms dan ga ik dus een drankje doen met vriendinnen. En dan wil ik gewoon geen alcohol drinken. Nee. Daar hadden we het ook over. Ja. Dan neem ik lekker een cola zero. En dan ben ik even content. Want voor mij is dat ook een soort van genietmoment. Ja. Omdat ik ook niet elke dag cola's, cola's liter. Maar wat is dan ook weer beter? Of Cola Zero, Nou, voor mij is dat 100% Cola Zero, tuurlijk, hoor. Maar dat vind ik dan weer zo irritant. Mensen zijn zo autistisch over aspartame, zoetstoffen. Ja. Terwijl ik denk, ga eens even... Light producten. Kijk eens een keertje naar de hoeveelheid alcohol die we in Nederland drinken. Ja. En het niet geaccepteerd worden als je een keertje zegt dat je geen alcohol drinkt. Want ik ben helemaal van... Ik drink ook wel eens, weet je wel, you do you. Ja. Doe vooral waar jij je goed bij voelt. Maar ik vind dat we gewoon minder moeten oordelen over mensen... Die bepaalde keuzes maken. Ja. Ja. Als iemand tegen mij zegt, nou, ik eet geen zoetstof, dan denk ik, nou, doe je dat lekker niet. Nee. Ja, joh, schat, niemand weet je. Verplicht. En hetzelfde wel met alcohol. Dan denk ik van, als ik lekker mijn cola zero drink in plaats van een glas alcohol, ga dan niet 6 keer tegen mij zeggen, waarom ben je niet gezellig? Maar waarom moet de gezelligheid afhangen van wat een ander drinkt? Als jij lekker je appel spritz wil nemen, dan geniet jij daar toch lekker van. Precies. En als een ander dat niet wil, dat waarom is... stoor jij er daar aan? Ja, maar dat vind ik dus een stukje onzekerheid van bepaalde mensen, die dan misschien zichzelf schuldig voelen over dat ze dus wel aan het drinken zijn en dan dat
dat ze zien dat iemand sterk genoeg is om het niet te doen. Nou. En dat ze dan denken, oh, ik zeg wat van. Maar ik denk dat de wereld een stuk mooier zou zijn. Over ja, gewoon in alles. Laat elkaar. Laat elkaar lekker. En ga niet oordelen over iemand zijn keuzes. Want iemand doet dat zelf. En ik heb bijvoorbeeld ook als mensen tegen mij dingen zeggen zoals honing is veel gezonder dan suiker. Oh ja. Dan zeg ik, oké, maar ja. Wat mag jij vinden? Ja. Maar ik ga niet mijn kennis dan mee op je gooien. Vooral niet als iemand er niet voor open staat. Nee, als iemand dat niet aan mij vraagt, dan laat ik jou lekker jouw ding doen. Ja. Behalve als iemand mij vraagt, is honing gezonder dan suiker? Dan zeg ik nee. Het is precies hetzelfde. Natuurlijk is het wel als je honing bij de hoe noem je zo'n persoon? Bij de boer? Hoe noem je zo? Bij een bijenman haalt. Ja, als bijvoorbeeld helemaal van een biologische ding. Ja. Tuurlijk zitten er wat voedingsstoffen in die niet in suiker zitten. Maar qua effect in het lichaam heeft het helemaal geen verschil. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, nou dan weet je niet. Ja. Zeg maar, het maakt niet uit of jij honing in je teelt of suiker in je teelt of ahornsiroop of whatever, kokossuiker. Agavesiroop. Maar allemaal niet uit. Het is allemaal inputnat, zeg maar. Ja. Het heeft allemaal hetzelfde effect op je bloedsuiker, want het wordt allemaal hetzelfde afgebroken. Alleen, het is of bijvoorbeeld, de ene is druivensuiker, de andere is pure fructose, glucose. Maar uiteindelijk, in je lichaam, doet het precies hetzelfde. En bijvoorbeeld zo'n, je hebt toch ook van dat kokossuiker? Kokossuiker, ja. Kokosbloesem, whatever. Ja. Allemaal hetzelfde. Ja. Maakt echt niet uit. En dat is het enige met bijvoorbeeld zoetstoffen. Dat is echt een andere tak. Want dat is gewoon, je hebt van stevia is 1 op de 1100ste, whatever, van suiker. Dus je hebt er heel weinig van nodig om het zoet te krijgen. Ja. En zo even zo'n druppeltje. En een mini beetje. En dat is al helemaal nog, zeg maar, er zitten ook nog andere dingen bij. En met suiker doe je bijvoorbeeld 1 hele theelepel erin om iets zoet te krijgen. En dat is de verhouding is gewoon heel anders, waardoor het gewoon geen effect heeft op bloedsuiker. Zo, ik ging pas een cake bakken. Ja. En toen stond er echt iets in van, je moet zoveel gram suiker doen. Ja. En ik was dat aan het afwegen en ik dacht echt, excuse me, hoe veel, ik heb echt gewoon letterlijk 1/10 erin gedaan. Ja. Ik dacht, hoeveel suiker, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Ja, wat mijn moeder altijd doet, zeg maar, ik was steeds echt, ik dacht dit klopt gewoon niet. Nee, maar mijn moeder houdt zich dus bijvoorbeeld ook nooit aan de hoeveelheid gram suiker. Mijn moeder doet dit zo niet. En dan, kijk, je kan erin doorslaan. Ja. Maar het is wel voor je eigen kennis om een keer een taart te bakken. En een taart is allemaal goed, hè? Weet je wel, van, maar zit suiker in, prima. Maar dan word je wel maar even met de neus op de feiten gerukt van hoeveel suiker hoeveel suiker dat is. En het is ook van, volgens mij was ook met een onderzoek laatst gedaan hoeveel kilo's suiker wij eten per jaar. Dus eigenlijk ook een soort drugs, suiker, toch? Ja, klopt. Nou ja, je kan er toch echt een soort verslaafd aan worden. Het enige wat het is, dat kregen we ook van mijn studie van, met een verslaving krijg je afkikverschijnselen. Mm. En met suiker heb je dat niet. Nee. Zeg maar, het is niet als je stopt met suiker, dat je dan zeg maar letterlijk gewoon in een soort, ja, ik weet niet hoe dat werkt, als je wel een verslaving hebt met wel echte drugs. Dan word je helemaal ziek. Dan word je helemaal ziek en helemaal, heb je met suiker niet. Maar je lichaam redt zich wel. Je hebt wel suiker nodig als mens. Mm-hmm. Maar als jij geen suiker eet, gaat je lichaam het vrijmaken via andere cyclussen uit bijvoorbeeld vet of eiwit. Zeg maar, je lichaam zou ermee kunnen leven. Maar het is niet optimaal. Dat is sowieso vooraan. Maar als jij je lichaam wendt om vaak suiker te eten en zeg maar die bloedsuikerpiek te hebben, dan krijg je er wel heel erg snel cravings naar. Daar heb ik ook weer een vraag van, die heb ik gelezen. Ja. Wat je moet doen aan je zoete craving na het eten. Oh, die zag ik ook inderdaad. Ja ik luister daar gewoon naar. Zeg maar. Als ik, is dat normaal of waar komt dat vandaan? Nou kijk, dat hebben we vorige keer ook gedaan. De snelheid van je eten maakt natuurlijk heel erg uit voor de vertering. Ja. Nou, wij hebben nu waarschijnlijk dat ook niet gedaan. Maar je moet eigenlijk op elk hapje natuurlijk heel veel kauwen om een goede vertering te hebben. Echt 20 tot 40 keer. Ja. Nou, ik doe het misschien 10 keer of zo. Ja. Door dat te doen, is het dan het begin van je goede vertering en dat je ook zeg maar je lichaam zeg maar even rustig wakker maakt van we gaan nu eten. Daarnaast is het belangrijk hoe de verhouding is van je koolhydraten, vetten, eiwitten die je eet. Want stel jij zou frietjes alleen eten of bijvoorbeeld iets wat heel hoog is in snelle koolhydraten. Dus alleen een bord pasta met bijvoorbeeld rode saus. Als je alleen dat zou eten, dan heb je gegarandeerd daarna weer een hele zoete craving. Omdat je bloedsuikerspiegel gaat heel snel omhoog. Dus er zitten geen vezels in, geen eiwitten, alleen maar snelle koolhydraten. Dus je bloedsuikerspiegel gaat heel erg snel omhoog. En daarna daalt het. En in die daling van die bloedsuiker gaat je lichaam weer vragen om snelle suikers. Want dan denk je weer van, ik heb weer wat nodig. Ja. Kan natuurlijk wel voorkomen dat jij in die hele erge daling terechtkomt. Ja. En dat doe je bij door vezels toe te voegen. Dus in plaats van witte pasta voor volkoren pasta te kiezen. De rode saus bijvoorbeeld zelf te maken. Dus niet alleen maar uit een potje te halen, want daar zit heel veel toegevoegde suikers aan toe. Dus dat maak je dan al zelf. Je doet iets van eiwitten bij, dus je kiest mager gehakt. Je voegt er wat gezonde vetten aan toe. Olijfolie in bakken.
helpt ook weer met de vertering. Nou, en dan heb je een veel en groentes toevoegen voor ook nog extra vezels. Dan heb je een completere maaltijd. Dan zorg je dus ervoor dat je bloedsuikerspiegel zo gaat in plaats van zo. Ja. En dan kom je dus niet meer heel erg in die daling. Waardoor je dus dat ook minder die craving hebt naar weer iets zoets. Nou, okay. Heel lang verhaal, maar... Ja. Dat is eigenlijk meer soort de schijf van vijf in plaats van één. Ja, één. Gewoon zorg ervoor dat je goed je maaltijden maar verdeelt. Maar gewoon echt in een gebalanceerde. Ja. Maar ik heb wel. Dus heb niet dat nu mijn accu leeg is of zo, omdat we lichten aan. Wacht, ik ga even kijken of die auto nog aangaat. Is het even spannend, jongens? Nee. Oh, nee. Ik heb heel de tijd het licht aan laten. Maar moet je dan nu niet even uitlaten dat hij zo wel weer. Dat hebben wij weer. Dit is echt, dit is ook weer zo'n girlhood moment. Dat je echt weer denkt, kunnen wij dit nou weer voor elkaar krijgen? Ja, dit is gewoon welcome to my life. Dit is ook gestopt. Oh. Ja, ik hoop dat we het nu even... Ik denk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk als we nu zeg maar kijk, even reactiveren. We zijn hier bij volgens mij een soort car wash met allemaal mannen. Mannen, we komen hier weg. Zeg maar, over dit vijf, gaat over 10 minuten gaat dit gewoon doen. Dit gaat, dit is ook gewoon even een reminder naar mezelf. Zet dat fucking licht uit. Ja, maar het komt goed. Want soms, ik heb ook wel het idee dat hij soms even uit moet staan. Dan kan hij weer even opladen. Ja. Dat idee heb ik soms gewoon. Weet je wel, ik heb het ook wel eens als dingen niet doen. Dan denk ik, volgens mij moet ik het gewoon even laten. Maar dat kom is wel echt zo. Maar eerlijk, het werkt over 10 minuten. Over 10 minuten kom ik bij je terug en dan doe je het vast wel weer. Maar bij de meeste gevallen werkt het. Conclusie, ik eet vaak wel nog iets zoets naar mijn eten. Ja. Ik gewoon, maar dan heb ik gewoon één blokje chocola. Ja. En dan stopt het ook gewoon de craving. Ja, omdat ik wel gewoon goed heb gegeten, goed vol zit, maar dan wel gewoon even... Ik heb dat ook echt, soms echt denk ik moet gewoon even één klein even iets zoets voor het idee. Ja. En dan hoef ik ook niet een heel hele cake of Nee, maar het is gewoon een heel klein beetje dat ik die taste en dan ben ik, I'm good, I'm fine. Ja. Disclaimer, ik hou er niet van om dingen per se te labelen als gezond of ongezond. Maar er zijn wel producten waarvan we kunnen zeggen dat ze niet heel voedzaam zijn, dus... Maar dus de vraag is, foods waarvan bijna iedereen denkt dat het gezond is, maar eigenlijk ongezond is. Ik heb misschien wel een leuke, en dat is gewoon omdat ik dat vaak heb gezien. Ja. Heel veel mensen denken dat zoete aardappel gezonder is dan normale aardappel. Oh ja. Maar eigenlijk is het letterlijk hetzelfde als een aardappel, maar dan met meer suiker. En ik maak geen grap. Ik maak geen grap. Ik zag gisteren dus een TikTok. Mm-hmm. Cooking healthy dinners part, blah, blah. En dan ging ze dus een hamburger maken. En als broodje had ze 2 zoete aardappel patties. Ja. En toen komt iemand van, dit is niet per se healthier. Je kan ook gewoon brood eten op je burger, zeg maar. Misschien... Het is niet, ik gebruik nu zoete aardappel, dus nu is heel mijn burger gezond. Je kan dan ook gewoon een volkoren broodje nemen. Ja. Kijk, misschien als je glutenallergie hebt... Dan kan je dus, dus zo'n paddy van zoete aardappel. Dat zou kunnen, want in zoete aardappel is hartstikke gezond, maar aardappel ook. Ja. Dus het is zeg maar niet zo van, ik ben gezonder bezig als ik zoete aardappel eet. Oh ja, dit is wel een leuke vind ik. Ja, dus dat is eentje waar ik altijd aan moet denken. Oh ja. Ja, en misschien ook gewoon überhaupt met brood. Ja. En dus als je brood eet of pasta, dat het ongezond is. Nee, dat is het niet. Het is alleen meer... Ik vind ook niet dat witte pasta of witte rijst dan meteen ongezond is. Alleen, je krijgt er gewoon een snellere bloedsuikerspiek van. Wat bijvoorbeeld weer minder erg is als je gaat sporten of hebt gesport. Want dan gebruik je dus je glycogeenvoorraad. Dus hetgene waar jij je energie uit haalt. Ja. Als je het dan eet, dan vul je zeg maar je glycogeenvoorraad aan. En dat is makkelijker als het sneller verteert. En witte pasta, witte rijst verteert sneller. Ja. Dus in zo'n opzicht is het ook weer... Kijk, dat is ook weer sportvoeding. Gezonde voeding is ook weer iets heel anders. En timing speelt mee. Ik vind dat ook als je volkoren pasta neemt, is het weer heel iets anders dan witte pasta. Als je bijvoorbeeld gewoon normaal zou eten zonder sporten eromheen. Dus dat vind ik inderdaad ook. Is ook een beetje mis. Concepten dat mensen denken van, pasta, dat is echt gezond. Het ligt heel erg aan wat voor pasta, hoe je pasta maakt. Ja. Kijk, als je met vette sauzen en weet ik het allemaal, maar... Ja, wat ik ook wel heel vaak hoor is dat mensen avocado ongezond is. Mm. Maar wel heel erg van, maar dat kan je toch niet eten, daar word je toch dik van avocado's. Terwijl... Dat het hoger in calorieën is. Terwijl er zitten super veel goede voedingsstoffen in. Ja, ik zou niet per se aanraden, eet bij elke avondmaaltijd een hele avocado. Nee. Doseer het gewoon een beetje, maar het is super gezond voor je. Er zitten heel veel goede voedingsstoffen in. Goede gezonde vetten. Het is ook gewoon heel lekker. Ja. Avocado toast. Met een eitje erop. Niet normaal. Te gek. Niet normaal. Dat is echt gek. Te gek, letterlijk. Oh. Heel lekker. Zo lekker. Maar ik zit ook te denken, wat zijn andersom? Smoothies. Oh. Of fruitsappen. Heel veel denken mensen van, ik ga een smoothie kopen bij de supermarkt bijvoorbeeld. Want dat is super gezond. Want er zit fruit in. Ja. Maar je moet dus soms kijken wat ze in een smoothie doen. Ja.
Maar ik zag laatst een smoothie bij de Albert Heijn. Was gewoon niet zo'n heel groot flesje, gewoon een klein flesje. Zat er een hele ananas in, een mango, twee appels, twee sinaasappels, druiven, la 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 la. Echt gewoon een hele fruitmand zat er gewoon in. En dat drink je dan in misschien een halve minuut of een minuut, drink jij dat op. En dan moet je eens even gaan nagaan, zou je al het fruit opeten in een minuut, maar ook zou je het allemaal opkrijgen? Dat waarschijnlijk niet. Nee. En dat komt gewoon omdat de vezels gaan verloren van het maken van een smoothie. Hebben we dat in de video verteld? Of ja, maar ik niet. Dat wist ik ook niet. Als jij je fruit of groente blendt, ja, we hebben het over gehad. Ja, heel kort. Dan gaan vezels en vitamines gaan verloren. Maar goed, heel veel. Maar dan heb je dus ook bijvoorbeeld met sap, bijvoorbeeld met sinaasappelsap. Dan denken mensen, oh, super gezond. Maar eigenlijk zijn er goede voedingsstoffen eruit en blijven er alleen nog maar suikers over. En dat is gewoon heel zonde. Dus dat is wel een misconceptie die ik vaak zie. De sappen. Maar sowieso die voorgemaakte smoothies en sapjes uit de supermarkt zijn eigenlijk helemaal niet goed, toch? Kijk, heel veel suikers. Ja, zorg dan dat het een volledige smoothie is. Dus denk dan aan bijvoorbeeld gewoon één stuk fruit gebruiken. Aanvullen met groenten. Bijvoorbeeld wat havermout gebruiken voor de vezels. Wat chiazaad erin. Een beetje kark erin. Wat eiwitten. Ook een heel ander verhaal. Maar ik zou wel altijd promoten om dingen te eten in plaats van drinken. Ja. Ik vond het wel weer echt mega leuk. Ik vond het echt heel leuk weer. Echt gezellig. Ik denk dat wij nu ook best wel weer zenuwachtig zijn. Ja. Of te oud zijn. Ja, ik ben heel zenuwachtig. Gaan we het even proberen? Ja, we gaan het even proberen. Oké, ik ga even... Ik heb geen zin in gezeik. Nee, dit snap ik heel goed. Maar... Nee. Oké, okay. Ik zie die mannen al naar ons kijken. Wij gaan dit even fixen. Ik zie jongens, bedankt voor het kijken. Het komt ik wil nog rustig mijn vriendje eten. Misschien hebben mensen startkabels bij zich die nu naast ons stoppen. Het gaat helemaal goed, camera. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar dat weten die mannen daar wel. Die kunnen ons echt wel helpen. We gaan gewoon even lief lachen. Dit gaat goed komen. Jongens, ik wil ook weer kijken. Blauw duimpje omhoog. Was echt super leuk. Ja. Misschien tot een part 3. Ja, sowieso. Doei!